Dit is het eerste deel in de serie Tutorials over het werken met Digital Photo Professional 4, het gratis RAW-conversieprogramma van Canon speciaal gemaakt voor je EOS-camera. Goed, in deel 1 gaan we behandelen hoe je DPP kunt downloaden, de nieuwste versie van internet, en hoe de interface eruit ziet. En we beginnen met het downloaden. In principe ga je uh, naar de Canon-website, canon.nl, slash support... Uh, als je dat gedaan hebt, kom je vervolgens in een venster waarin je kunt kiezen voor software. Nou, daar moet je eens een keer op klikken. En als je dat gedaan hebt, kun je vervolgens opgeven voor welke camera je software wil gaan zoeken. Dat zou je van je eigen camera kunnen doen, maar eigenlijk wil je graag werken met waarschijnlijk DPP4, de laatste versie van DPP. Dus kies gewoon een EOS-camera van een recente datum, bijvoorbeeld de 5D Mark IV. Heb je dat gedaan? Dan kom je in een, in een volgend venster waarin de software die bij die camera hoort uh, opgenoemd wordt. En er staat Digital Photo Professional. Uh, wanneer je iets naar beneden scrollt, zie je dat. En daar staat achter alle beschikbare versies. En als je daar weer op klikt, dan kun je je operating system invullen. Vaak is dat al automatisch bepaald en zie je een knopje download. Nou, na nou downloaden, dat is niet zo, uh, niet zo moeilijk. Volgens mij krijg je, kun je nog een venstertje ertussen krijgen waar je een, uh, een serienummer van op moet geven. Je zou dat van je eigen camera kunnen doen en uh, werkt dat niet. Uh, nou, in het, wat je hier ziet, in het beeld wat je hier ziet, zie je een serienummer staan. We hebben dat getest en dat heeft gewoon gewerkt. Het is een uh, serienummer van een oude EOS 450D camera, maar blijkbaar werkt het. Maar goed, wanneer je dat doet, dan download je een zip, um, uh, uh, pak die zip uit en... Uh, Dubbelklik op de execute bestand en dan wordt het gewoon geïnstalleerd. En wanneer je dan het programma start, want er wordt een icoontje op je, op je bureaublad gemaakt. Ja, dan zie je dus uh, dit voor je. En uh, dat is uh, ja, een redelijk bekende uitvoering van hoe je een, een fotobewerkingsprogramma van uh, Roar Converter kunt uitvoeren. En in dit geval is dat uh, aan de bovenkant, zie je daar een titelbalk. He, dan vervolgens een menubalk met allerlei menu-opties. Dan een soort ja, taakbalk. He, edit image, quick check, remote uh, shooting. Aan de linkerkant kun je je folders zien die op je computer staan. He, daar gaan we het nog later uitgebreid over hebben. Je kunt collecties maken blijkbaar. Hier zie je een heel middenveld met alle thumbnails. Nou, die thumbnails kunnen verschillende grootte hebben. Zes uh, om precies te zijn. Er zit nog een filterbalkje tussen. Aan de onderkant heb je nog een soort waarderingsbalk. Plus wat weergave. En eventueel hier zie je nog wat, wat leuke dingen verschijnen. Dat je je tool en dat soort dingen op kunt roepen. Goed, dus, dus dat is het een beetje. Um, maar goed, we hebben, we hebben een, een, een willekeurig beeld. Uh, we zullen eens even kijken. We zien hier een, een aardige foto. Klik op dat, dat beeld. En uh, je zou kunnen dubbelklikken, maar dan opent hij alleen een venster met een wat grotere weergave. Een nou, wezen is het handiger, denk ik, om te kiezen voor de weergave. Uh, die hier als tweede staat, dat betekent dat je thumbnails aan de onderkant komen en het grotere beeld komt middenin. Dubbelklik je op dat grotere of klik je op dat grote beeld, ja, dan zie je een vergroting en dan kun je doorheen slepen. Dus zo zie je dan het beeld en zo ben je weer, krijg je het weer terug. Dus beeldvullend en 100%. Links daarvan zie je bij welke omstandigheden die foto genomen zijn is en ja, zo kun je weer naar de volgende foto. Het, 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 op zich is het een, een redelijk uh, eenvoudig systeem. Het werkt relatief simpel. Hij bouwt de, de thumbnails snel op. Ja, en zoals ik al zei, door één keer te klikken, zie je snel of een foto scherp is op het juiste punt, ja of nee. En uh, nou, op deze manier blader je doorheen. Je kunt ze nu uh, puntjes geven. Sterwaarderingen. Je kunt ze nog een soort. Ja, uh, andere waardering geven dat je kunt zeggen van nou uh, nummertje 4 ja die wil ik later gebruiken voor internet en nummertje 5 om te printen noem maar wat ja je hebt hier nog pijltjes om er mee doorheen te gaan uh, het is allemaal redelijk elementair maar het werkt wel en het werkt redelijk vlot laten we dat uh, ook voorop stellen wanneer je nou een foto wil gaan bewerken dan zie je hier linksboven edit image staan ik kan er wel eens op klikken het, het scherm verandert dan door links krijg je uh, de thumbnail te zien waarmee je bezig bent. Je kunt er dus ook meerdere zien. En vervolgens uh, zie je weer een, ja, een grote weergave van je, van, je, van je foto. En rechts krijg je dan de, de toolbar te zien, hè, de gereedschapkist. Leuk, ben je klaar. Dan moet je weer terug naar het begin. Uh, persoonlijk vind ik dat wat omslachtig. Want de grap is dat je onder window. Of sorry, onder view. Kun je Tool pallet, Control T kiezen. En als je dat doet, dan krijg je dus de toolbar, de gereedschapskist die je net in de Edit versie had, krijg je nu gewoon als een floating dock. Ik ben niet zo'n voorstander van floating docks. Ik hou liever dat ze gewoon tegen de kant aan zitten. Maar het kan ook al. Klik rechts op het, je ziet een soort uh, uh, ja, roostertje. Klik er rechts op. Dan staat hier dock en float. Wanneer ik nou opklik dock, wil zeggen dan plakt hij zich vast aan de rechterkant. Dus het, het scherm wat ik had met door op edit image te klikken. Heb ik nu ook met aan de rechterkant die gereedschappen. Maar dan hoef ik dus niet meer op die knop te klikken. Wil ik mijn foto's beoordelen en groot zien, dan kan ik het, het, het de toolbar gewoon in- en uitklappen. Want je ziet hier rechts zie je een klein driehoekje. Nou, in dit geval wil ik hem laten zien. Hier links zie je die, die, die structuur van je, van je website. Ja, dit is van je mappen, dat is gewoon veel te breed. Ja, die kun je gewoon een stukje smaller slepen, ja, zo. zo heb ik nog steeds inzicht in waar ik ben. Hè. In dit geval 2017-12 parkies. Ik heb aan de onderkant de thumbnails. En wanneer ik het zo bekijk, dan, dan kan ik eigenlijk heel veel. Ik kan foto's beoordelen, hè, want ik kan ze nu snel een sterretje geven. Zo, ja, vier sterren, drie sterren, die zie je ook verschijnen. Ja, en wanneer ik zeg van nou, ik wil deze foto wel bewerken van die dame, ja, dan heb ik Eigenlijk hier al aan de rechterkant meteen het juiste uh, gereedschap bij de hand. En zo kan ik door alles heen. Nou, ho hoe het dan verder werkt, dat zullen we nog wel even een keer vertellen. Uh, in de volgende afleveringen. Waar we nog even naar moeten kijken is um, naar de preferences. Dat zijn dus de voorkeuren. We gaan even naar tools en dan zie je preferences. Waarom ga ik daar naartoe? Nou, voor twee dingen. Uh, ja, er staan heel veel opties in en die kun je allemaal zelf instellen zoals je wil. De meeste die, die zijn wel uh, redelijk duidelijk. Eerst even. Color management, um, waarom color management? Nou, zoals het is, de, de, de color workspace, die kun je heel groot kiezen. Hè? Dus dat is, uh, wide gamut RGB is de grootste. Dat, dat neigt een beetje naar profoto RGB, wat je dus in, in, uh, in Lightroom vindt. Nou, wanneer je dat zou kiezen, van ja, daar ga ik in werken, dat is leuk en aardig, maar wanneer je nou een foto gaat opnemen, opslaan, hè, exporteren, want je hebt hem bewerkt hè, of ontwikkeld. En nou wil je hem als JPEG of als TIFF op je computer hebben. Ja, dan, dan gaat hij die Wide Gamut RGB gebruiken als kleurruimte bij die foto. En dat is misschien minder gewenst, want er zijn niet veel systemen, en dan praat ik van, van beeldscherm tot, tot print uh, uh, output, die met Wide Gamut overweg kunnen. Dus dan moet je dat in Photoshop allemaal weer gaan bewerken. Dus je kunt beter kiezen voor Adobe RGB, want Adobe RGB is prima voor print... Tenminste, wanneer je het zelf doet. Wil je helemaal zeker zijn van: hé, hey, ik, ik wil die kleurruimte zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de mensen die het naar gaan kijken. Op beeldschermen, op, op consumentenprintertjes, een afdrukcentrale. Kies dan SRGB. Overigens, eventjes een opmerking. Stel je zou nu SRGB kiezen en op zeggen: oké, okay, dan zal het niet zo zijn dat hij dat meteen doet. Hier staat linksonder: Changes take effect after restarting. Dus wanneer je iets in de preferences doet. Uh, Doe dat dan, klik op oké, OK, sluit DPP en open DPP en dan pas is het de setting die je gekozen hebt, is dan van kracht. Nog een andere interessant iets, dat is de Properties Display Setting. Dat zie je dus hier en dat is wat je hier linksboven ziet. Je ziet dat dit IMG 1273 is, f 5.6, 120, de ISO 1600, bepaalde lens, bepaalde camera en, en uh, bepaalde datum. Nou, die waarden die daar staan, die vind je in dit rechter venstertje terug. Ja, en die kan ik van links naar rechts verplaatsen. Ik kan ze naar boven. Dus hier ik geef je mij aan van wat wil ik van die foto weten. Ja, dus wanneer ik dat oké okay doe. Stel nou uh, dat ik uh, die informatie niet wil zien. Eens even kijken waar het onderaan zit. Uh, nou, ik ben het even kwijt. Maar dan, dan kun je deze aan en uit zetten. Dat je het niet ziet. Um, maar goed. Dat is, heb je dus ook in de hand. Nou, nu heb je in principe je eigen werkruimte gemaakt. Je kunt bij de foto's die je in de mappenstructuur hebt zitten. Je kunt bij je verzamelingen. Je ziet de thumbnails aan de onderkant. Die je eventueel ook over het hele scherm kunt zien. Ja, je ziet een, een, een vergroting van de foto. Die je geselecteerd hebt. Die je op 100% kunt kijken door een keer te klikken. Ja, en uh, aan de rechterkant heb je je gereedschapkist die je door. ...op het driehoekje kunnen openen en dichtzetten. Zodat je misschien meer ruimte hebt om foto's te beoordelen. Nou, tot zover de kennismaking, of de installatie en de kennismaking met DPP, de interface. En uh, ja, ga er maar eens mee aan de gang, want het is helemaal niet zo moeilijk. Uh, mocht je er niet uitkomen. Nou, we gaan zorgen uh, in de volgende delen dat we je meer gaan vertellen over... Nou, ...hoe kan ik ze nou waarderen, die foto's? Hoe kan ik ze selecteren? Wat doe ik met kleur? Wat doe ik met scherpte? Wat doe ik met de helderheid? Enzovoort. Dus ik zou zeggen, tot dan.